sta vooraan voor de inenting. Ik sta ook vooraan in de rij. En wat houdt dat dan in, vooraan in de rij staan? Nou, ik wil graag ingeënt worden. Ja, heel graag. Ja. Ik ga me niet laten vaccineren. Want wat is daar de reden voor? Omdat je niet weet wat je in je lichaam krijgt. Ja. Zijn we het ook nog niet goed ontwikkeld. Ze weten zelf nog niet wat het allemaal veroorzaakt. Voor hetzelfde geld is het, zit er iets in wat voor mij niet goed is niet. Ja. Want ik ben al een kwetsbaar iemand. Dus nee, ik zou het niet doen. Ik bedoel, of ik me laat inenten of zo? Precies. Nou, graag. Ik bedoel, want we willen zo heel graag dat hele coronavirus de wereld uit. Ja. En ik denk dat als we ons goed laten vaccineren, daar heel ver mee komen. Nou, het duurt waarschijnlijk nog even, maar ja, als ze er zijn, dan denk ik wel dat ik daarvoor opensta om dat te gebruiken. Ja. Ja, zeer zeker. Die vaccin gaan we met de hele familie nemen. Ja. Want als je de gegevens bekijkt over de hele wereld, zoals China of andere landen, die zeggen van nou, wij hebben ook een vaccin. Maar als je dat nagaat, Duitsland die zei van wij hebben een vaccin en vervolgt in één keer Amerika, China en alles. Dus ik zou voor iedereen ook adviseren de vaccin in Europa te gebruiken. Ja. En niet buiten Europa als eerste. Nee, ik heb nog niet besloten wat ik ga doen. Ik wil het eigenlijk allemaal een beetje laten afwachten. En ja, ik zie en hoor het wel wat er gaat gebeuren. Ja, waarschijnlijk van niet. En wat is daar een mogelijke reden voor? Dat ze een heleboel dingen niet weten, maar ik ben ook nooit voor griepspuiten. Wie komt eraan? De vaccins tegen het coronavirus. Klopt. Wat gaat u doen? Ik weet het nog niet. Ik wacht tot anderen het doen. En dan kijk ik hoe mensen daarop reageren. Ja. En dan kijk ik of ik het wel of niet wil. Ja. Wat is uw motivatie om ingeënt te worden? Nou, dat je straks iets meer vrijheid hebt. Ja, klopt. Want dat is iets dat... Ik mis dat. Ja. Ja. Daar weer op terras kunnen en zo, dat spul. Precies. Ja. Wanneer is het moment dat u zich wel zou laten vaccineren? Nou, zoals ik er nu over denk, niet. Helemaal niet. Nee. Om zo snel mogelijk van het virus af te zijn met elkaar. Ja. En niet bevattelijk te zijn in ieder geval. Ja, precies. Nou, ik neem aan dat de mensen die er verstand van hebben, dat ons aanbrengen zodat we dat we er vanaf zijn. Ja. U bent ervan overtuigd dat de vaccins voldoende bescherming voor u bieden? Ja, die ene was tot 95% dus. Ja. Denkt u dat veel mensen zich zullen laten inenten? Ik heb geen idee. In de peilingen hoor je dat het iets van een kwart niet is en drie vierde wel. Ja. Dus we gaan het zien. Hoe zou dat komen volgens u, dat nog niet zoveel mensen staan te trappelen om zich te laten vaccineren? Nou, er is altijd een deel van de mensen die angstig is. Of dat überhaupt liever niet doet, heeft verder niet zoveel met corona te maken, denk ik. Sommige mensen zeggen, wil het allemaal effect hebben, dan moet het inenten verplicht worden. Ja. Wat vindt u van die stelling? Nee. Want als het verplicht wordt en we blijven weigeren, dan heb ik een probleem. Ja. En heb ik een probleem. En wat is dat probleem volgens u? Nou, dat je dan uitgesloten wordt van een heleboel dingen. Ja. Ik neem het nog niet, nee. Ik wil eerst wachten en kijken hoe het andere mensen reageren daarop. Ja. En dan kijk ik zelf of ik het hebben wil of niet. Ja, dat ik heel graag wil dat corona de wereld uitgeholpen wordt. Ja. En ja, ik hoop dat dat zo snel mogelijk kan gebeuren, zodat de hele economie weer kan draaien zoals voorheen. En vooral wat ik super belangrijk vind, is dat mensen dan weer contacten kunnen leggen zoals ze gewend waren. Ja. Is het gevaar niet groot dat er dan op een gegeven moment een tweedeling in de samenleving kan ontstaan van mensen die zich hebben ingeënt? En mensen die de keuze hebben gemaakt om zich niet in te enten. Dat denk ik wel, maar dat hou je met elk onderwerp. Met elke vraag of kwestie hou je groepen die ervoor of tegen zijn. Ja. Maar het gaat wel om volksgezondheid in dit geval. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het toch nog te vroeg is om het te verplichten.